deze editie gaan we het hebben over taal. Met name de oorsprong van taal. Hoe werkt taal in ons brein? Wat gebeurt er in ons brein als we aan het praten zijn? Hoe is dit ontstaan in de evolutie? We hebben drie gasten vandaag. Niels Schiller, Roelien Bastiaanse en Jelle Zuidema. Als jullie ons willen volgen, kan dat via Twitter, via de hashtag Taal en Brein. Als jullie vragen willen stellen, kan altijd. Kom even hierachter, vraag het aan ons en wij vragen het aan de sprekers. Ik denk dat we kunnen beginnen. Allereerst wil ik Jelle Zuidema welkomen. Jij probeert op allerlei manieren taal beter te begrijpen. Eerder heb je onderzocht of zangvogels menselijke trekken heeft, de taal van zangvogels. Nou, tegenwoordig geeft hij les op het ILC door middel van computationele taalkunde. En je hebt het ook gehad over natuurkunde vs de taalwetenschap. En toen noemde je dat naast het heelal materie en leven eigenlijk een van de echt grote vragen in de wetenschap cognitie is. En dat super interessant is. Wat is jouw passie en fascinatie met taal eigenlijk? Kijk, natuurkundigen die hebben natuurlijk een enigszins terechte claim dat wij een heel fundamentele wetenschap zijn die materie-energie bestuderen, wat de basis van alles is. Maar ik denk dat taalwetenschappers, cognitiewetenschappers ook een heel terechte claim hebben dat zij de heel fundamentele vragen bestuderen over de bouwstenen van de wetenschap. En namelijk alle wetenschap is gebaseerd op taal. En dat moet me af en toe een beetje denken aan het grapje van de twee vissen die elkaar tegenkomen in een slootje. En de ene vis zegt tegen de andere, how's the water? En de andere vis antwoordt, what the hell is water? En ik denk dat heel veel wetenschappers zich nauwelijks realiseren dat taal, wat zo natuurlijk voor ons komt, dat overal is en dat alles wat we doen in de wetenschap afhankelijk is van taal. En als je als computerlinguist zoals ik taal gaat bestuderen, dan kom je daar heel snel achter hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. En dus het komt heel natuurlijk voor de mens, maar er blijken hele ingewikkelde systemen achter te zitten. En daar zitten allerlei raadsels die ik graag op wil lossen. Klinkt interessant. Onze volgende spreker zal zijn Niels Schiller, die zit daar. Welkom. Hij houdt zich bezig met de verschillende processen die liggen onder de taalproductie. En eigenlijk met de vraag, wat gebeurt er nou precies tussen het moment dat wij iets willen gaan zeggen en dat we het zeggen? Dus wat gebeurt er voordat wij iets gaan zeggen? En hij doet momenteel ook onderzoek naar de invloed van verschillende moedertalen op het verwerven van een tweede taal. Niels, wat is jouw fascinatie eigenlijk met taal? Ben ik te verstaan? Ja? Nou, mijn fascinatie voor taal is eigenlijk al heel vroeg begonnen in de middelbare school. Toen vond ik het vooral leuk om heel veel verschillende talen te leren. En toen ik dat deed, viel me op dat talen onderling toch heel veel van elkaar verschillen. En naarmate ik daar meer over na heb gedacht, dacht ik gewoon, hoe kan het eigenlijk dat als die talen zo veel van elkaar verschillen, hoe kan dat ooit ontstaan zijn, hè, al die verschillen? Hoe kan eigenlijk het menselijk brein in staat zijn al die verschillende talen ook te leren? Dus zo is het bij mij begonnen en dat is eigenlijk nog steeds mijn fascinatie. En je sprak taalproductie aan. Daar hou ik me dus voornamelijk mee bezig, maar niet alleen. En daar is natuurlijk een interessante vraag. Hoe, als je bijvoorbeeld aan het benoemen van een object denkt. Je ziet een object, maar wat moet er allemaal in je hoofd gebeuren voordat je het object ook echt kunt benoemen? Maar daar komen we misschien zo meteen op terug. Ja, en dan als laatste wil ik professor Roelien Bastiaanse welkom. Zij is hoogleraar neurolinguïstiek aan de rug in Groningen, specialist op het gebied van afasie. En onder andere door Awake Brain Surgery onderzoekt ze de invloed van hersenletsel op het taalgebruik. En zo probeert ze eigenlijk meer inzicht te krijgen in de rol die de verschillende hersengebieden spelen bij het ontstaan van taal. En tegelijkertijd ook manieren te vinden om de klachten van afasiepatiënten te verhelpen.
En ik ben eigenlijk benieuwd wat jouw fascinatie met taal is. Dankjewel. Nou, mijn fascinatie is eigenlijk hetzelfde als van mijn buurmannen. Zoals deze buurman net al zei, taal komt voor ons helemaal natuurlijk. En die buurman zei van, ik ben aan het uitzoeken hoe dat nou in de hersenen gaat. En ik zit daar een beetje tussenin. Ik zit eigenlijk bij mensen bij wie het niet meer natuurlijk komt. Dus mensen die hersenletsel hebben gekregen, waardoor ze problemen met taal hebben. Dat kan een herseninfarct zijn, maar het kan ook inderdaad een tumor zijn. En wat ik probeer is te begrijpen hoe taal in de hersenen gerepresenteerd is door naar de uitval van die patiënten te kijken. En dan niet alleen naar Nederlandstalige patiënten, maar wij doen heel veel wat we noemen crosslinguistisch onderzoek. Dus wij onderzoeken afasiepatiënten in heel erg veel talen om te kijken wat nou de onderliggende mechanismen zijn voor taal en hoe die verstoord raken. En dan was daarop aansluitend weer, hoe kunnen we dan therapieprogramma's ontwerpen om die patiënten te helpen misschien iets beter te communiceren. Ja, zoals we horen heeft iedereen hier, onze drie gasten, allemaal een heel erg verschillend onderzoeksgebied. En we willen eigenlijk beginnen met een beetje te vragen, waar staat de wetenschap over de taal op dit moment? En wat weten we eigenlijk en wat weten we nog niet? En nou, jullie kennen misschien allemaal wel dat je een keer een verspreking hebt en je zegt bijvoorbeeld, ik ga even naar luis hopen in plaats van naar huis lopen. En ja, wat gebeurt er eigenlijk in je brein als je zo'n gekke verspreking maakt? En zijn er ook mensen die een soort defect hebben waardoor ze dit soort versprekingen vaker maken? En hoe komt dat dan? Jelle, jij houdt je bezig met het zogenaamde computationele taalkunde. Kun je iets vertellen over wat dat precies is en wat je daar precies onderzoekt? Ja, mijn achtergrond is in de kunstmatige intelligentie. En, dus wij proberen in de kunstmatige intelligentie met verschillende doelen modellen van taal te bouwen. Dus het meest, een van de doelen is om taaltechnologie te bouwen. Om Google en Facebook te helpen om zinnen, iets met zinnen te doen. Maar het andere doel is ook om beter te begrijpen hoe taal werkt. En dan is het heel erg dat proberen te begrijpen vanuit een soort top-down perspectief. Dus we weten dat we hebben ontzettend veel data. We hebben corpora met miljoenen zinnen. In sommige gevallen hebben we met heel veel mankracht hebben we gegevensbestanden gemaakt waarmee die zinnen ook allemaal geannoteerd zijn op de grammaticale structuur, de betekenis ervan. En wat we proberen te doen is leersystemen te ontwikkelen die uit die data nuttige taalverwerkingsprogramma's kunnen leren. En dat proberen we dan vervolgens, daar proberen we dan weer lessen uit te trekken over hoe taal dan bij de mens werkt en taal in het menselijk brein werkt. Dus het gaat heel erg vanuit de observaties over wat we zouden moeten willen kunnen, naar hoe dat geïmplementeerd zou kunnen zijn. Dus die computers die helpen ons eigenlijk om onszelf beter te begrijpen, die informatica? Nou, een hele hoop van mijn collega's zijn niet per se onmiddellijk geïnteresseerd in hoe de mens het vervolgens doet. Als die hele goede resultaten halen op een of andere technologische taak, zijn ze ook al heel tevreden. Maar mijn interesse is uiteindelijk wel degelijk om die brug te slaan naar hoe het bij de mens werkt. Dus ik vergelijk het soms wel eens met de situatie waar we nu zitten in de taalwetenschap. Vergelijk het soms wel eens met de situatie waar we in de jaren 40 zaten, voordat we de structuur van DNA ontdekten. En toen waren er enorm veel fascinerende, maar heel verwarrende empirische resultaten. En dat hebben we nu ook in de taalwetenschap, heel veel paradoxen. En uiteindelijk zijn die opgelost een hele hoop dingen vielen op hun plek toen we de structuur van DNA ontdekten, de code van het leven. En dat, daar hopen we een beetje op, dat we aan de vooravond daar staan. En wat heel interessant daar is, het is een fantastisch boek wat ik iedereen kan aanraden van de Double Helix, een soort bijna romanachtig over die ontdekking van DNA. En wat fascinerend daar is dat je een heel interessante samenspel hebt gekregen in die ontdekking van DNA tussen top-down benaderingen, heel erg op modellen gebaseerd, en empirische resultaten, heel erg bottom-up, om toch allemaal hele goede metingen te doen. Hè. Rosalind Franklin was daar beroemd geworden als iemand die net de Nobelprijs niet heeft gekregen.
En nou ja, dat is het soort spannende veld, denk ik, waar we nu zitten. Waar we proberen die top-down en die bottom-up bij elkaar te brengen. Om echt iets over hoe taal werkt in het brein te kunnen gaan begrijpen. Dus het is ook in zekere zin biologisch relevant om zulke computermodellen te maken? Ja, al zijn er ook heel veel modellen die niet zo biologisch relevant zijn. Er is een sterke minderheid in de computationele taalkunde die echt wil weten hoe het bij de mensen werkt. En dan zijn er ook heel veel mensen die gewoon... willen scoren op een of ander taakje. Dat is wat minder interessant. En Roelien, jij houdt je meer bezig met de empirische benadering, als ik het goed heb begrepen. Ja, kun je iets vertellen over wat jouw doel is? Waar zoek je naar in jouw onderzoek? Waar zoek ik naar? Ik denk dat ik me voornamelijk bezighoud met het zoeken naar hoe taal gerepresenteerd is in de hersenen. En dan niet op het niveau van hoe begrijp je een tekst of hoe begrijp je een heel gesprek. Dat is meer de pragmatiek die dat doet, de communicatiewetenschappen. Ik kom niet verder dan de zin, zeg maar. En dan binnen de zin beperk ik me eigenlijk zoveel mogelijk tot het werkwoord. En dat is mijn levenswerk. En dat probeer ik dan... Ik probeer te begrijpen waarom werkwoorden zo ontzettend moeilijk zijn voor mensen die een taalstoornis hebben. Veel moeilijker dan zelfstandige naamwoorden. En de manier waarop hersenen, zeg maar, ja, dat klinkt een beetje raar, maar hersenen met werkwoorden omgaan, en met name gestoorde hersenen, dat leert ons toch een beetje hoe die dan in de hersenen gerepresenteerd zijn. En waarom zijn er... patiënten die heel veel problemen hebben met werkwoorden, maar niet met zelfstandige naamwoorden. Maar omgekeerd komen we heel soms wel eens een patiënt tegen die helemaal geen problemen heeft met werkwoorden, maar wel met zelfstandige naamwoorden. En dat betekent dus dat die heel verschillend in de hersenen liggen opgeslagen. Maar hoe dan? Waar dan interesseert me in mindere mate, maar vooral hoe? En Niels, jouw focus ligt wat meer, zoals je net ook al vertelde, bij de taalproductie. Nu vind ik het zelf heel... eigenlijk bizar om te bedenken dat wanneer ik nu aan het spreken ben, dat er zo ontzettend veel in mijn hersenen gebeurt voordat dat allemaal uit mijn mond komt. Kun je vertellen hoe zo'n planning, hoe dat gaat? Of ik dat helemaal kan vertellen, dat waag ik te betwijfelen. Maar ik ben dus eigenlijk nog met kleinere eenheden bezig dan Roelien. Roelien zei dat ze met zinnen bezig is. Nou, dat vind ik al heel wat voor iemand... Op het gebied van taalproductie is dat gewoon eigenlijk zo'n beetje de droom. Ik hou me vooral bezig met woorden, lettergrepen en klanken. Het klinkt heel saai, maar het is heel, heel boeiend. Want wat ik probeer te onderzoeken is hoe de vorm van een woord is opgeslagen in onze hersenen. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan een bepaalde betekenis, laat ons even een concreet voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld deze beker, dit object is een beker. Dus we weten dat deze betekenis, deze referent, komt overeen met het woord beker. Hoe zijn we nu in staat om deze beker, als we dat zien, als we die zien, te benoemen? Nou, dat kun je aantonen. Dat er verschillende processen in gang moeten komen voordat je de beker moet herkend worden visueel. Je moet concepten oproepen en op een gegeven moment moet je toegang krijgen tot wat wij het mentale lexicon noemen. En dat mentale lexicon is de opslagplek van alle woorden in onze hersenen. Daar zitten dus duizenden, zo niet honderdduizenden van woorden in. En de kwestie is nu natuurlijk, hoe komen we aan het goede woord? Ja, dat is... grotendeels nog onbekend. Wat wel bekend is, is als we het goede woord gevonden hebben, wat dan gebeurt? Dan moet het woord namelijk nog geëncodeerd worden. En dat gebeurt niet zomaar, maar dat gebeurt altijd in een bepaalde volgorde, namelijk vanaf het begin van het woord naar het einde toe. Dus je kunt eigenlijk ook experimenteel aantonen, maar ook vooral experimenteel zou ik zeggen. Dat klanken die aan het begin van een woord staan, altijd eerst moet plannen voordat je naar het eind van het woord komt. Dus dat is altijd een lineaire
planning van de klanken. En het leuke is eigenlijk, nou ja, dan denk je gewoon, nou, dat is een onwijs ingewikkeld proces. Dat moet onwijs lang duren, maar dat doen we dus met een snelheid van milliseconden. En dat doen we eigenlijk elke keer dat wij gewoon aan het spreken zijn, moeten we dat voor alle woorden moeten we dat opnieuw doen. En ja, dat is natuurlijk ook fascinerend hoe onze hersenen in staat zijn om dat zo snel te doen en daarbij toch zo weinig fouten te produceren. En wat gaat er nou eigenlijk mis als we die eerste letters van twee woorden omdraaien? Welk moment van die planning gaat dat dan mis? Ja, dat is een hele goede vraag. Het leuke is als je gewoon, iedereen maakt zo nu en dan een verspreking. Afasiepatiënten die maken heel veel versprekingen op klankniveau. Als je gewoon heel veel versprekingen van gezonde sprekers gewoon verzamelt, dan kun je zien dat er bepaalde patronen terug te vinden zijn. En dan kun je bijvoorbeeld, één patroon is bijvoorbeeld dat vaak de eerste klank, dus de onset van twee woorden, met elkaar uitgewisseld wordt. Daar zijn gewoon verschillende verklaringsmodellen voor. Eén model zegt bijvoorbeeld de onset van woorden die hebben een bepaalde status. Die onzetklank die is ook extra gemarkeerd. En als je per ongeluk in het planningsproces te vroeg of te veel vooruit loopt, dan heb je gewoon eigenlijk de onzet van het volgende woord al geactiveerd. En die gaat dan per ongeluk in het woord daarvoor, wordt die gewoon ingevuld. En dan produceer je gewoon een woord of een pseudowoord wat dan ontstaat met de verkeerde onzet. Ja, want als we het dan zo hebben over wat misgaat in de planningen. Rolien, je begon net al over afasie. Gaat er dan bij afasiepatiënten heel veel mis in zo'n planning? Of wat is er eigenlijk precies aan de hand bij afasiepatiënten? Het is niet zozeer dat er heel veel misgaat, maar het kan op heel veel verschillende niveaus misgaan. Het kan bijvoorbeeld misgaan op het moment dat je een zin plant, dat te moeilijk is. Als je een zin moet maken met een werkwoord in het Nederlands op de tweede plaats, zoals Jan leest een boek, dan moet je dat leest, moet je eerst oproepen. Dan moet je het vervoegen voor de tegenwoordige tijd en voor de derde persoon enkelvoud. Dat moet je een heleboel voor rekenen eigenlijk, een heleboel voor verwerken. Als je hersenletsel hebt, wordt dat heel moeilijk. Dus wat die patiënten dan vaak doen, is het of weglaten, of ze gebruiken de infinitief lezen in plaats van leest. Dus dat is een niveau waarop het fout kan gaan. Dan is het niveau waarop het fout kan gaan, dat je gewoon de woorden niet kan vinden. Je ziet een plaatje van een boek en je moet boek zeggen, maar je weet het niet. Of je weet het wel, maar je kunt het niet goed uitspreken. Wat Niels zegt, je krijgt die versprekingen, dan wordt het koep in plaats van boek. En dan kun je nog allerlei articulatiestoornissen hebben. En denk dat de meeste afasiepatiënten van allemaal een beetje hebben. En dan is het dus de taak bijvoorbeeld als je in een kliniek werkt om uit te zoeken welke stoornis nu, welke stoornis onderliggend is aan de verschijningsvormen. En dat is iets wat wij proberen uit te zoeken. En is zo'n ziekte als afasie altijd, is dat altijd letsel wat op latere leeftijd komt? Of kan het ook een aangeboren ziekte zijn? Nou, het is geen ziekte, het is een symptoom. De ziekte is vaak een herseninfarct bij oudere mensen. Het kan per definitie niet aangeboren zijn, maar dat hangt natuurlijk van je definitie af. Eigenlijk spreken we van afasie als je een hersenbeschadiging krijgt, of door een tumor, of door een infarct, of door een klap op je hoofd, als je de taal al verworven hebt. Dus je kan niet met afasie geboren worden. En hoe gebruik je dan precies afasiepatiënten om meer te weten te komen over taal en de hersenen? Dan heb je bijvoorbeeld het model waar Niels ook aan refereert. Dat je van links naar rechts praat. Wij zeggen dat iets anders, wij denken daar net iets anders over. En dat kan je dan met een beetje slimme experimenten kan je dat gaan uitzoeken hoe dat zit. En dan kan je bijvoorbeeld kijken naar het Nederlands, waar het werkwoord heel vaak achteraan staat. Ik ga een boek lezen. Terwijl in het Engels staat het op de tweede plaats. I'm going to read, of tenminste niet op de laatste plaats. I'm going to read a book. En zo kun je naar allerlei talen gaan kijken om te zien hoe taal opgeslagen ligt in je hoofd. Waarom zijn die werkwoorden nou in het Nederlands moeilijk, maar toch ook in het Chinees dat helemaal geen werkwoordsvervoeging heeft? En die verschillende vormen van afasie, ligt dat dan aan beschadigingen in verschillende hersengebieden of is dat te simplistisch gedacht? Nee hoor, dat is vrij aardig bedacht.
Het is natuurlijk nooit zo, helaas, dat je kan zeggen van nou, als je daar een beschadiging hebt, dan krijg je die stoornis. Het is wel zo, als je een bepaalde stoornis hebt, dat wij denken dat die beschadiging meer voor of meer achterin ligt. En dat het in de linker hersenhelft zit bij rechtshandige mensen. Dat is wel vrij zeker. Ja. En in hoeverre kunnen afasiepatiënten herstellen van zo'n hersenletsel? Kan het zijn dat ze nooit meer kunnen spreken of zit er eigenlijk altijd wel verbetering in? Nee, er zit lang niet altijd verbetering in. Wij zeggen altijd, we hebben altijd gezegd, als er de eerste 3 maanden geen verbetering optreedt, dan gebeurt dat daarna ook niet meer. Dan herstel je in ieder geval niet meer helemaal. Tegenwoordig blijkt toch dat we er een beetje naast zitten. Dat het heel erg afhangt van waar het letsel zit, of het voornamelijk corticaal letsel is. Want dan is de prognose wat beter. Als de cortex alleen beschadigd is, is de prognose wat beter dan wanneer de witte stofbanen ook beschadigd zijn. Dan is de prognose eigenlijk vaak hopeloos. Ja. Maar het is over het algemeen niet zo dat afasiepatiënten helemaal niet praten. Dus ze praten in complete zinnen, of ze praten wel gewoon net zo snel als jullie en ik en wij, maar met verkeerde woorden. Ja, we willen het graag ook even hebben over hoe jullie, wat voor middelen jullie gebruiken om onderzoek te doen. We hebben net al gehoord dat Roelien eigenlijk afasiepatiënten onderzoekt om daarmee iets te leren over taal. En Jelle, jij houdt je op een heel ander niveau bezig en je doet iets met neurale modellen. Kun je iets vertellen over wat dat zijn en wat je daarmee doet? Ja, graag. Dus wij, zoals ik refereerde net al even aan, wij werken heel vaak met hele grote gegevensbestanden. Dus we hebben bijvoorbeeld 100.000 of 1 miljoen zinnen en die zijn dan geannoteerd met wat ze misschien zouden betekenen. Eén bron is een beetje vreemd, maar die we veel gebruiken, dat zijn de film reviews waar je heel duidelijk kan zien of dit, waar je kan proberen te bepalen of een zin een positief of een negatief oordeel over een film. En dat blijkt een heel nuttige resource voor ons te zijn. En daar proberen we dan modellen op te trainen die dus van een zin kunnen min of meer begrijpen wat die zin betekent. En eigenlijk zijn er traditioneel zeg maar twee aanpakken om dat soort modellen te bouwen. De ene aanpak die heel erg geïnspireerd is door computertalen, logica en symbolische modellen probeert te bouwen. En er is een traditie die probeert neurale netwerkmodellen te bouwen. En lange tijd is dat een heel onproductief, heftig debat geweest tussen de aanhangers van de ene paradigma en de aanhangers van het andere paradigma. En wat we eigenlijk in de laatste paar jaar zien is dat we manieren hebben gevonden om in die neurale netwerken, dus dingen die je goed kan beschrijven met matrix vector algebra, om daar precies exact de oplossingen te implementeren die uit dat symbolische paradigma komen. En dus wij werken met een formalisme, dat heet het recursive neural network. En daarin proberen we dus zinnen, vectoren te gebruiken om de zinsbetekenis te beschrijven. En dan functies te leren die de betekenis van combinaties van woorden uitdrukken. Compositiefuncties noemen we dat. Maar is het dan zo dat zo'n model wordt gebruikt om de hersenen na te bootsen? Of wordt zo'n model dan gebruikt om een computer iets te laten doen wat hersenen kunnen? Nou, ja, het is een stap in een lange weg. Want we kunnen heel goed beschrijven hoe talen eruit zien. We hebben allemaal heel veel intuïties over taal. En er zijn dus heel veel ontwikkeling geweest in formalisme voor taal. Maar die zijn bijna allemaal in dat symbolisch paradigma. En aan de andere kant kunnen we metingen doen over wat er in het brein gebeurt. Maar om de brug te slaan tussen activaties van neuronen en verbindingen tussen neuronen en die abstracte symbolische modellen, daarvoor hebben we een tussenstap nodig. En ik denk dat wij daar een bijdrage in proberen te leveren. Dus we proberen in de wiskunde van de computationele neurowetenschappen modellen te formuleren die kunnen doen wat taalkundigen zeggen dat ze moeten kunnen doen. Oké, en zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn, want je hebt het dan over dat deze modellen vooral ook gebruikt worden bij Siri of Google Translate, dat die dingen kunnen uitspreken. Zou het mogelijk zijn om een model te kunnen maken wat bijvoorbeeld afasie heeft?
Ja, maar... Gewoon de werkwoorden eruit halen. Ja, dat is een van de dingen. Rolien zei eerder dat zij geïnteresseerd is in vooral het werkwoord. En dat soort dingen, daar beginnen we nu ook in deze nieuwe tak. Kunnen wij bijvoorbeeld gaan meten hoe belangrijk een bepaald woord is in een zin. Om de uiteindelijke betekenis van die zin te maken. Dat kunnen we gaan kwantificeren. En dat zijn dingen die je misschien dan kan gaan relateren. Maar wij zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in het gezonde brein. Want uiteindelijk blijft de ultieme fascinatie blijft natuurlijk van hoe kan het dat de mens dit zo makkelijk, hier zo goed in is. En dat het zo moeilijk is om dat na te bootsen in supercomputers van het moment. Hebben we misschien te weinig aandacht tot op heden nog steeds gehad voor taalpathologieën. Waar op een heel andere manier natuurlijk aanwijzingen uitkomen. Ja, want je hebt het dan over dat je wil kwantificeren welke woorden of zinstructuren in een zin dan belangrijk zijn. Ben je daar dan ook achter gekomen dat werkwoorden dan zo belangrijk zijn uit zo'n neuraal model? Of is dat dan nog net een stapje te ver? Nou, ik zou dat niet als een ontdekking durven noemen. Kijk, wij zijn de technologie aan het ontwikkelen die uiteindelijk daarin bij helpt. Maar voorlopig hebben de taalkundigen die daar al 60 jaar ervaring mee hebben, hebben nog wel een stapje voor om dat soort claims te kunnen maken. Dat het werkwoord belangrijk is voor de betekenis van een zin. En Rolien, zou het voor jou relevant zijn om een neuraal model te hebben wat afasie heeft? Voor onderzoek naar afasie? Het wordt wel gedaan hoor. Er zijn mensen die het proberen na te bootsen. Justin Carpenter, lang geleden, jaren 80, 90 denk ik, die hebben dat wel gedaan. En dat wordt ook wel gebruikt weer om hypothesen te vormen over uitval bij afasiepatiënten. Ja, dat wordt wel gedaan. Ja. Doe het zelf niet. Iets anders waar we het net over hadden. We hebben het over methodiek gehad. Wat interessant is, wat voor manieren je kunt gebruiken om meer te weten te komen over taal en het brein. En Rolien, jij doet onder andere ook wakkere hersenoperaties. En we hebben daar een heel spectaculair filmpje van. Ik weet niet of je er eerst iets over wil vertellen. Ik denk dat het nuttig is als ik een klein beetje over vertel. Nou, ja. Ga je gang. Ja. Die wakkere hersenoperaties, dat wordt gedaan bij epilepsie, maar dat wordt in Groningen niet gedaan. Dat doen ze alleen in Utrecht. Wij doen het bij, ik zit er dan wel eens bij. Dat doet de neurochirurg natuurlijk. Maar bij mensen met een kwaadaardige tumor die echt in de hersenen groeit. En als die groeit in een gebied wat bijvoorbeeld belangrijk is voor taal, dan wil de chirurg niet met de tumor ook belangrijke taalfuncties wegsnijden. Want dan leeft de patiënt wel langer. Maar als je geen taal meer hebt, dan is de kwaliteit van leven natuurlijk wel heel erg veel minder. Dus wat er wordt gedaan, is die patiënten worden wakker gehouden of wakker gemaakt tijdens de operatie. En wat de chirurg dan doet, is die geeft korte stroomstootjes op de hersenen. En ondertussen zit ik of een collega die patiënt met allerlei taaltestjes te testen. Om te kijken als dat stroomstootje gegeven wordt of de taal dan uitvalt. En dat betekent dat die chirurg daar straks niet moet gaan snijden, want dat een essentieel gebied is voor taal. Nou, vroeger moest de patiënt dan tot 10 tellen en de maanden van het jaar opzeggen. Nou, dan was het belangrijk voor taal. Tegenwoordig is dat, we hebben in Rotterdam en Brussel een fantastisch protocol ontwikkeld. De Dutch Linguistic Intraoperative Protocol met allemaal tests. En dan ga je dus per gebied waar de neurochirurg aan het stimuleren is, ga je kijken of er uitval is. Bijvoorbeeld bij zelfstandige naamwoorden, bijvoorbeeld bij zinsbegrip. En wij hebben daar onlangs een werkwoordbegriptest aan toegevoegd. Dus dat is de bijdrage van de taalkunde aan de wakkere hersenchirurgie. En ik heb een klein filmpje meegenomen. Dit is overigens uit Utrecht. Dit is niet van ons. Dit staat gewoon op YouTube. Van een operazanger die een tumor heeft en die geopereerd wordt. De hersenen liggen nu open als dit filmpje begint. En de chirurg begint te stimuleren. En in plaats van dat ze allemaal taaltestjes met hem doen, laten ze hem een lied zingen. En dan hoor je dus, let maar op wat er gebeurt. Ik denk dat jullie heel duidelijk aan kunnen geven waar de chirurg stimuleert en waar niet. I haven't heard you perform live on Russ. That's a different experience. Okay, there you go.
Laten starten. Als je op YouTube kijkt, het gaat nog langer door. Maar je hoort hier dus dat hij wegvalt op het moment dat de hersenen gestimuleerd wordt. En dan weten ze dus, dit stukje moeten we laten zitten, want anders kan die man straks niet meer zingen. En zegt zo'n stukje dan iets, zo'n stukje hersenen dan heel precies iets over waar zang dan zit in de hersenen? Nee, het zegt bij iets waar zang zit bij deze patiënt. En dat zit sowieso niet, het zit bij hem sowieso ergens anders dan bij mij, want ik kan niet zingen. Maar los daarvan, zo'n tumor die infiltreert de hersenen. En dan gebeurt het toch vaak als die vlak bij essentiële gebieden zit, dat andere gebieden het over gaan nemen. Dus het kan zijn dat zingen niet oorspronkelijk in dit gebied zat. Maar het is in ieder geval geen tumorweefsel, want het is dus een functioneel gebied. En is het mogelijk om conclusies te trekken uit zulke wakkere hersenoperaties dat er algemene gebieden zijn die voor bepaalde functies van taal nodig zijn? Of is dit voor elke patiënt anders? Eigenlijk zijn de conclusies die we tot nu toe kunnen trekken op basis van al die hersenoperaties, dat de gebieden waarvan we dachten dat ze essentieel waren voor taal, dat ze dat niet zijn. En gebieden waarvan we dachten, de subcorticale banen vooral, waarvan we dachten, nou ja, dat is allemaal niet zo belangrijk. Als je daar je mes in zet, dan is het klaar met taal, zeg maar. Dus je kunt vooral dingen uitsluiten die met dit soort dingen. Ja, het heeft ons heel veel geleerd over hoe taal gerepresenteerd is in de hersenen, of waar. Maar ook hoe plastisch de hersenen eigenlijk zijn, veel meer dan we eerst dachten. Met name de cortex. De cortex is heel plastisch. De subcorticale banen zijn niet plastisch. Die nemen geen functies over. Als dat stuk is, is het stuk. We willen het nog even gaan hebben over een net iets ander niveau. We hebben het gehad over neurale modellen en over de hersenen die net niet zag op het filmpje. Ik wil het graag hebben over taalverwerving. En daar weet Niels alles van. Jij doet onderzoek naar, heb ik gehoord. Jij doet onderzoek naar hoe de moedertaal invloed heeft op taalverwerving. Kun je daar iets over vertellen wat het onderzoek precies inhoudt? Ja, een klein beetje. Ik ben geen expert op het gebied van taalverwerving hoor, maar we zijn net een project gestart waarbij we ons afvragen, of waarbij de vraagstelling eigenlijk is, in hoever klankcategorieën in je moedertaal, in hoever die een invloed hebben op het leren van klankcategorieën in een andere taal. Dus ik zou even een voorbeeld geven. Als jij bijvoorbeeld in het Engels het TH moet leren, hè, dan is dat voor veel Nederlanders is dat een moeilijke klank.
komt dan, wordt dan meer een S bij sommigen of meer een D. We vragen ons dus af in hoeverre daar de moedertaal ook een rol speelt. En wij doen dat aan de hand van klankcategorieën op het niveau van klinkers. Waarbij we dus kijken naar klinkers in het Engels. En waarom die bijvoorbeeld door Nederlanders die Engels leren niet goed worden uitgesproken. En dan keken we ook naar een traject. Dus dat is eigenlijk een longitudinale studie waarbij wij mensen ook... studenten natuurlijk, op de universiteit die Engels, die de studie Engels doen, gewoon volgen voor een langere tijd en kijken of ze die vooruitgang die ze hopelijk boeken, in hoeverre die ook repercussies heeft op de hersenprocessen die plaatsvinden tijdens de perceptie, maar ook tijdens de productie van die klanken. Die verschillen in klanken, is het mogelijk om een tweede taal te leren en dat je die nog accentloos kan leren als je hier niet mee bent opgegroeid? Als je daar niet mee bent opgegroeid, dan wordt het lastig, zoals je aan mezelf kunt horen. Meestal wordt ervan uitgegaan dat je een taal accentloos kunt leren als je die voor je puberteit leert. En dat heeft te maken met de plasticiteit van de hersenen. Die neemt namelijk na de puberteit significant af. En op een van de redenen heeft dat ook, kun je dan dus ook klankcategorieën niet meer zo perfect leren als je dat kunt wanneer je klein bent, wanneer je jong bent. Maar dat onderzoek met die studenten, moet ik dus voor me zien dat die studenten een taal leren en tegelijkertijd hun hersenactiviteit wordt gemeten? Of ja, we doen het zo dat wij die studenten die voordat ze met hun studie beginnen, komen ze bij ons het lab in en dan hebben ze al waarschijnlijk een beetje kennis van het Engels, hè, zoals de meeste mensen in Nederland Engels ook op de middelbare school hebben. En dan gaan we dus het experiment doen met hun en dan gaan we gewoon kijken in hoeverre in hoeverre die effecten daar, dat is zeg maar de baseline meting. En dat vergelijken wij met een meting die we een jaar daarna maken. Dus als ze een jaar of twee jaar Engels geleerd hebben. Want ze kregen daar ook uitspraak onderwijs. En dan kijken we in hoeverre, naarmate ze beter worden in de uitspraak, in hoeverre dat dan ook terug te zien is, zeg maar, in de hersenen. En het doel daarvan is eigenlijk om eventueel te kijken of wij een betere manier kunnen ontwikkelen om... studenten of mensen in het algemeen Engels te laten leren of beter de uitspraak te laten leren. Dat is eigenlijk één gedachte of één toepassing van dat onderzoek. Want je kunt je vaak afvragen, ja, waarom doe je dat allemaal? Ja, natuurlijk, dat is allemaal fundamenteel onderzoek in eerste instantie. En we doen dat omdat wij gewoon meer over taal willen weten. We willen ook meer weten over hoe de hersenen functioneren. En daarvoor is taal gewoon heel geschikt, omdat het zo'n complex systeem is. Maar er zijn ook steeds... of vaak toepassingen. En dat is bijvoorbeeld één toepassing. En is Nederlands bijvoorbeeld een goede uitgangstaal om andere talen te leren? Is er zeg maar een taal die heel weinig verschilt in klanken van andere talen, waardoor je makkelijk andere talen kan leren? Nou, het is zo dat Nederlands natuurlijk redelijk dicht bij het Engels staat, want het zijn allebei Germaanse talen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, als je Nederlands kunt, dan kun je eigenlijk ook automatisch al een beetje Engels. Daar zijn natuurlijk ook, tenminste wat het klanksysteem betreft, zijn er heel veel overeenkomsten. Wat de syntaxis betreft zijn er gewoon ook verschillen. Je kunt eigenlijk niet zo algemeen zeggen dat er één taal is die het beste is om andere talen te leren. Want functioneel gezien wordt er eigenlijk van uitgegaan dat elke taal equivalent is. Dus alle talen zijn gelijk. Met alle talen kun je zeg maar die dingen uitdrukken die je in je leven nodig hebt. Dingen die je ziet, acties beschrijven, dat kun je eigenlijk met alle talen doen. Dus in die zin wordt eigenlijk daarvan uitgegaan binnen de taalwetenschap dat alle talen functioneel equivalent zijn. En dat je de ene taal gewoon makkelijker leert, dat hangt dan daarmee samen dat die bijvoorbeeld toevallig in jouw taalfamilie is. Voor Nederlanders en Duitsers is het bijvoorbeeld lastiger waarschijnlijk om een Romaanse taal of een Slavische taal te leren, omdat het een andere taalfamilie is. Oké.
daarmee willen we eigenlijk door naar het volgende onderwerp. Nu we het zo even kort over taalverwerving hebben gehad. Is het eigenlijk heel bizar om te bedenken dat iedereen die hier geboren wordt in staat is om zo'n taal te leren. En hoe dat eigenlijk ooit is ontstaan. En daarmee komen we bij jou, Jelle, ja, dat we benieuwd zijn. Wat is jouw idee over de evolutie van taal, hoe dat ooit is ontstaan? Oeps, dat is een vraag die ik ook heel interessant vind. En waarmee ik af en toe wat uit mijn comfortzone stap van de computermodellen. Maar er is wel één ingrediënt die ons een stap dichterbij heeft gebracht, waar computermodellen ook een grote rol hebben gespeeld. En dat is dat er tegenwoordig in het onderzoek naar evolutie van taal heel veel belang wordt gehecht aan een proces van culturele evolutie. En het idee is eigenlijk van als je... Laat ik het zo zeggen. Als je kijkt naar mijn vakgebied, kunstmatige intelligentie, wordt er heel vaak een vergelijking gemaakt tussen vision, het kunnen zien, en taal. Dat zijn de twee grote velden nu in bijvoorbeeld de hele deep learning range, waarin mensen proberen vooruitgang te boeken. En waar we dus dezelfde soort leeralgoritme gebruiken. Maar vision is een heel ander leerprobleem dan taal. En waarom? Omdat vision, daarin probeer je bijvoorbeeld te leren hoe je objecten kunt herkennen, hoe je diepte kan zien, hoe je kleuren kan onderscheiden. En dat is een soort objectieve werkelijkheid die je moet klassificeren. Bij taal is het leerprobleem, probeer je iets te leren wat iemand anders heeft verzonnen. Taal is door mensen gecreëerd. Dus er is geen objectief doel in de evolutie geweest. Maar het is, en dat blijkt dus, komen wij meer en meer achter, enorm belangrijk te zijn dat talen in een soort cultureel proces zich hebben aangepast aan de eigenaardigheden van het primatenbrein. En dat er dus minder de verklaring hoeven te zoeken in een soort lange, graduele evolutie van het menselijk brein, zodat die beter en beter en beter is geworden in taal. Maar dat een hele hoop van de complexiteit van taal eigenlijk eruit voorkomt dat talen van generatie op generatie op generatie op generatie zijn overgebracht. En dat al die dingen die wij niet konden, die we niet goed konden leren, dat die als vanzelf uit de taal zijn gevallen. Maar dat in die honderden, duizenden generaties talen ook allerlei verborgen complexiteit in het menselijk brein hebben ontdekt, die dus nu gereflecteerd worden in de complexiteit die we in taal vinden. Maar er is dus niet één duidelijk evolutionair voordeel aan taal, waardoor de taal ontstaan is en beter en meer complex is geworden? Het is een enorme beerput die jullie open proberen te trekken. Er zijn enorme controversies over in dat veld en heel veel verschillende. De grand old man van de taalwetenschap, Noam Chomsky, die heeft net vorige maand een nieuw boek gepubliceerd. Waarin hij eigenlijk, waarin één positie dus eigenlijk het voorstel doet dat taal een beetje per ongeluk is ontstaan, maar dat er wel een soort taalspecifieke verandering in het brein is geweest. Maar wat ik op dit moment de meest overtuigende scenario vind, is een scenario waarin er een combinatie is van een klein beetje biologische evolutie. Er is wel degelijk iets anders aan het menselijk brein. Er zijn wel degelijk genen die onder selectie zijn geweest en die iets hebben veranderd, waardoor de mens duidelijk een ander genotype en fenotype heeft dan andere apensoorten die geen taal kunnen leren. Maar een heel groot deel van het verhaal zit hem ook in dat taal, soort, vanaf het moment dat de mens iets taligs heeft ontdekt, iets wat we kunnen leren en overdragen naar de volgende generatie, is een soort zelfversterkend effect geweest van talen steeds complexer, complexer, complexer zijn geworden om steeds meer rare kronkels in ons brein te exploiteren. Om zo goed mogelijk te doen wat talen willen doen, namelijk ingewikkelde gedachten overbrengen naar andere personen. Ja, we hebben dus blijkbaar nu een beerput met veel verschillende meningen opgetrokken. Dus jullie mogen ook reageren hierop of vragen hierover komen stellen. Daar wil ik jullie graag voor uitnodigen. Dus als je een vraag hebt, kom dan even hier naartoe. Dan zorgen we dat je iets kan zeggen tegen de sprekers. Een ander dingetje. Je bracht het zelf net al naar voren. Noam Chomsky, voor de mensen die niet weten wie hij is. Hij is een Amerikaanse taalwetenschapper die nogal een revolutie veroorzaakte binnen de taalkunde.
Hij veronderstelt dat we allemaal een aangeboren taalvermogen hebben. En wat ook te maken heeft met een universele grammatica. En ja, daar wilde het eigenlijk ook even over hebben. En Niels, hoe denk jij over een aangeboren taalvermogen? Heb jij het idee dat, ja, dat we dit elke keer opnieuw zo'n hele taal leren? Of zit er toch een soort voorgeprogrammeerd iets in onze hersenen waardoor we dit kunnen? Ja, je moet natuurlijk nu voorzichtig, ik moet natuurlijk nu voorzichtig zijn wat ik zeg, want ik word hier ook opgenomen. Maar ik probeer gewoon diplomatisch te blijven. Maar wat ik, en dat is ook hoe ik daarover denk trouwens. Ik denk dat het gewoon, het is nog helemaal nurture, nog helemaal nature. Het is gewoon wat wij als mensen hebben, waarmee we geboren worden, zijn bepaalde cognitieve basisvaardigheden. En die kunnen we er zo inzetten dat wij, nou ja, afhankelijk van waar we geboren worden, gewoon de lokale taal kunnen leren. Maar ik betwijfel eigenlijk dat er een dedicated systeem in onze hersenen zit wat alleen maar voor taal gebruikt kan worden. Oké. Okay. We hebben een vraag uit het publiek. Ja, dankjewel. Ik vroeg me eigenlijk af wat er in je hersenen gebeurt als je een woord wel weet in een ene taal, maar niet in je eigen taal. Bijvoorbeeld, dat heb ik zelf wel vaak met het Engels. Dat ik niet op het Nederlandse woord kan komen, maar wel op het Engelse woord. Terwijl Engels niet mijn moedertaal is. Dat vind ik raar. Dat is een heel goed voorbeeld van, ja, van een woordvindingsprobleem. Van een woordvindingsprobleem. Dat heb je soms. Volgens mij wordt daarover gedacht dat het vaker voorkomt als je ouder wordt. Ik heb daar ook steeds vaker last van. Maar het is gewoon hoe dat precies komt, dat kan ik op dit moment ook niet zeggen. Maar het is gewoon, je weet het in de ene taal, maar niet in de andere taal. En dat kan samenhangen met dat je het in de ene taal vaker gebruikt dan in de andere taal. Het kan zeg maar puur toevallig zijn. Dat je gewoon bepaalde banen in je hersenen beter kunt activeren in de ene taal dan in de andere. Het kan met aandacht te maken hebben. Daar kunnen heel veel verschillende redenen voor zijn dat je een woord beter kunt vinden in de ene taal dan in de andere. Misschien wil Roelien nog iets toevoegen. Dat zou ook mijn antwoord zijn. Het is, je switchje staat even verkeerd, zeg maar. Ergens in de frontaalkwap zit je vermogen om te switchen tussen die talen. En je moet dan de ene taal inhiberen, onderdrukken, het woord in die ene taal. En ja, dan staat je switchje verkeerd en dan komt hij in de andere taal naar boven. Ja, dat gebeurt, zeker als je vaak switcht. Zeg maar, als je gewoon nooit Engels spreekt en je komt een keer een Engelsman tegen en je gaat de weg uitleggen en je loopt vervolgens verder, dan zal je niet zo snel een Engels woord in het Nederlands gebruiken. Maar als je dagelijks beide talen gebruikt, dan gebeurt dat wel. En dat zie je ook in tweetalige gemeenschappen. Bijvoorbeeld in, ik noem maar even Kenia, daar spreken ze Swahili en Engels. Maar eigenlijk mixen die de talen de hele tijd. Als ze allebei de talen goed beheersen, dan wordt het allemaal door elkaar gegooid. Die kunnen dus heel goed switchen of juist heel slecht switchen. Het is maar hoe je het bekijkt. Het goede nieuws voor jou is, het gaat weer over. Nog één. Ik weet niet onder welke discipline deze vraag valt, maar zeker bij jullie drie. Wat houdt nou in dat je een taal leert? Dus het zich eigen maken van een nieuw stukje grammatica, nieuwe woorden. Hoe is dat te zien, te meten? Wat gebeurt er dan? Van, ik begin met Swahili en over een week, dan kan ik drie zinnen spreken. Wat gebeurt er? Je bedoelt als tweede taal of als eerste taal? Als tweede taal. Dan moet je benieuwd zijn. Ik weet meer van de eerste taal, maar je tweede taal. Ja, wat er gebeurt, wat er precies gebeurt, dat weet ik natuurlijk ook weer niet. Maar je maakt je gewoon een tweede grammatica eigenlijk eigen. En als je bijvoorbeeld met neuroimaging dat tegenaan kijkt, wat je dan kunt zien is dat als je die tweede taal gebruikt, zeker in het begin, dat zeg maar die gebieden die geactiveerd zijn, veel gespreider zijn dan voor je moedertaal. Dus als je bijvoorbeeld dezelfde zinnen in, er zijn studies, daar hebben mensen dezelfde zinnen in de eerste en in de tweede taal uitgesproken, geproduceerd. Wat je dan ziet is dat als die zinnen in de moedertaal worden uitgesproken, dat er eigenlijk een veel coherenter gebied geactiveerd wordt, dat veel meer cohesie heeft en veel meer focus heeft.
En voor de tweede taal, zeker in het begin, dat dat gebied wat geactiveerd wordt, veel verspreider is. Dus een groter gebied wat eigenlijk structureel betrokken wordt om die taal uit te kunnen spreken. En dat heeft, ja, eventueel is in eerste instantie het netwerk wat je betrekt om die taal te leren, een tweede taal, is toch, ja, omdat het, je maakt ook gebruik van strategische processen. Hè. Je moet natuurlijk die woorden onthouden, je bouwt daar ezelsbruggetjes, je probeert die syntaxis te onthouden. Het gaat allemaal veel minder automatisch dan in je eerste taal, in je moedertaal. En blijkbaar heeft dat als gevolg dat, dat je van meer hersengebieden gebruik maakt. Oké, we hebben nog een vraag uit het publiek. Zijn er significante individuele verschillen die jullie hebben ontdekt tijdens jullie onderzoek bijvoorbeeld? Dus gewoon met betrekking tot mensen die een verschillende taal hebben gesproken, waardoor er bijvoorbeeld op een andere plek in de hersenen dan iets fout zou... Wil jij? Nee, ga maar. Er is toevallig er is een PhD-student, een PhD-kandidaat van mij op dit moment met haar proefschrift onderzoek bezig. En die doet juist, naar jouw vraag wordt daar juist onderzocht. Wat zij doet is, zij heeft proefpersonen die in een pretest zijn geëvalueerd over zogenaamde language aptitude. Dat wil zeggen, de gevoeligheid voor taal is het eigenlijk. En er zijn gewoon mensen bij die kunnen gewoon, die hebben daar gewoon een hoge score en mensen die hebben een lage score. Hè? Zoals dat ook op de middelbare school. Sommige mensen zijn gewoon goed in het leren van talen en andere mensen zijn gewoon minder goed. Nou, die proefpersoon die heeft ze dus in twee groepen onderverdeeld. Dus die heeft gewoon naar de beste gekeken en naar de minder goede. En heeft FMI-onderzoek gedaan. Dus die mensen in een scanner gedaan en gekeken in hoeverre de structuur van de hersenen verschilt. En wat zij gevonden heeft is significante verschillen in de witte banen. Dus in de hoeveelheid hersenstructuur in bepaalde gebieden. Dus het correleerde met die scores voor de language aptitude. Dus dat wil zeggen, wat het eigenlijk aantoont is dat als er mensen gewoon beter of slechter zijn in hun taal, dat daar ook een neurobiologische oorzaak waarschijnlijk aan de grond ligt. En dat is natuurlijk wel interessant om dat te weten. Oké, we zijn door een paar vragen een beetje afgetwaald en dat is helemaal niet erg. En we willen het daarom eigenlijk over het laatste onderwerp gaan hebben, taal en de toekomst. En nu vind ik het wel interessant dat Jelle, jij noemde net al dat je het idee had dat we nu op hetzelfde moment zitten als 60 jaar geleden bij het ontrafelen van de genetische code. En dat je het idee had dat voor taal, het begrijpen van taal, bijna alle puzzelstukjes op de plek zullen vallen. En dat jij dat in je leven nog ging meemaken. Kun je dit toelichten? Daar heb ik wel iets over gezegd. Dat is, ik ben natuurlijk heel optimistisch. En dat is deels, dat is niet per se realisme, maar dat is ook gewoon een strategie. Hè. Het is veel leuker om onderzoek te doen als je optimistisch bent over dat er een grote ontdekking om de hoek ligt. Maar ik hoop heel erg dat we, ik denk, je ziet wel een enorme convergentie aan de gang. Hè. Dus je ziet op dit moment het hersenscanonderzoek steeds gedetailleerder wordt. En dat we dus aan de vooravond staan, het is nu begonnen dat mensen dus dus een van de dingen die opnieuw vanuit de kunstmatige intelligentie aangewerkt wordt, is op basis van hersenscans proberen af te leiden waar mensen naar kijken of wat mensen horen of waar mensen aan denken. En wat de afgelopen jaren hebben we dus de eerste papers gezien dat je taalmodellen gebruikt om in ieder geval, bijvoorbeeld als je mensen een plaatje van een auto te laten zien, dan denken ze aan een auto. Dan vind je in de visuele hiërarchie, in de cortex vind je correlaten daarvan, van dat het een oranje auto is, of dat het een grote auto is, of dat er vierkante hoekjes zijn.
Dat zit allemaal in het visuele ding. Maar taalmodellen blijken de beste modellen om te decoderen in hoger in de hiërarchie. Welk concept mensen aan het denken zijn op het moment dat ze naar een auto kijken. Nou, ik denk dat daar een hele hoop spannende ontwikkelingen zijn. Die voor mij aanwijzingen zijn het taalkundig onderzoek op basis van taaluitingen en het neurobiologisch onderzoek, dat die elkaar aan het benaderen zijn en dat we aan het ontdekken zijn van hoe het uiteindelijk allemaal werkt. En hopelijk lost dat een hele hoop van de paradoxen en conflicten in ons vakgebied op. En als we dat dan ontdekt hebben, heeft dat dan ook gevolgen voor computers die we kunnen bouwen bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat als wij de taalcode hebben ontdekt, dat we dan ook computers kunnen bouwen die waarmee we eigenlijk gewoon vrienden kunnen worden, waarmee we een interessant gesprek kunnen voeren. Nou, is het nog niet? Nou, voor je vrienden is het ook heel belangrijk dat ze iets interessants te melden hebben. Dus er zit nog een heel stel levenservaringen bij, wat nog verre toekomst is voordat we in de kunstmatige intelligentie daar iets aan bij te dragen hebben. Maar ik denk, en dat heeft met mijn eerdere punt te maken, ik denk echt dat op het moment dat het leren van taalsystemen, ook in de kunstmatige intelligentie, dat het cruciaal is om te weten hoe het bij de mens werkt. Omdat taal een menselijk product is. Dus ik denk dat als we die puzzel deels hebben opgelost, dat ook echt een consequenties gaat hebben voor hoe we taaltechnologie kunnen ontwikkelen. Oké. En Roelien, ben jij hier net zo optimistisch over als Jelle? Ja, ik ben net zo optimistisch, maar dan wel helemaal de andere kant uit. Ik denk, ik sprak laatst iemand en die zei tegen mij, ach, we weten zoveel meer over taal en hersenen dan 50 jaar geleden. En toen kon ik alleen maar zeggen, nou, volgens mij weten we zoveel minder. Want wat wisten we 50 jaar geleden? Je had het gebied van Wernicke, je had het gebied van Broca, daartussendoor liep de fasciculus arcuatus, dat was taal. Nu weten we dat het gebied van Broca, ach, je kan ook wel zonder na een operatie en dan merk je eigenlijk niks. Wernicke ook wel, die witte stof is inderdaad belangrijk. Maar als je kijkt naar al dat fMRI-onderzoek dat gedaan wordt bij taal, en dat komt eigenlijk uit dat alle hersendelen bezig zijn. Alleen al met het produceren van een zinnetje. De rechterhemisfeer speelt mee. De parietaalkap, waarvan we altijd dachten dat hij niet belangrijk was voor taal, die speelt mee. Dus over die neurale organisatie denk ik dat we veel minder weten dan we dachten dat we wisten. En dat stemt mij optimistisch, omdat dat betekent dat we nog heel lang door kunnen gaan met al dat prachtige onderzoek. Als je het op een gegeven moment weet, ja, dan is je spelletje klaar. Dan is het niet leuk meer. Dus ik hoop dat als ik over een tijdje met pensioen ga, dat ik kan denken van nou, er zijn nog generaties taalkundigen die voort kunnen met wat we nu weten. We hebben nog een vraag uit het publiek. Ja, we zijn hier op een Bertha-faculteit. En ik wou even een vraag stellen over wiskunde, natuurkunde, een interne taal, waarbij je meer nadenkt en minder praat dan bij de spreektaal. Misschien kunt u daar wat verband mee leggen. Ja, dat noemen wij dan inner speech, zeg maar. En inner speech is eigenlijk min of meer hetzelfde als gewoon begrijpen en spreken. Je articuleert het niet en je hoort het niet, maar je hoort jezelf de hele tijd praten. En dat heb je nodig bij ingewikkelde sommetjes, bij geheugentaken, bij van alles. En dat is ook het vervelende, bijvoorbeeld als je afasie krijgt. Dan heb je ook bijna altijd een geheugenstoornis, een attentiestoornis, noem maar op, omdat die inner speech verstoord raakt. En het is essentieel voor denken sowieso, die inner speech. Maar natuurlijk ook voor wiskunde, voor natuurkunde, voor probleem oplossen. Ja. Ik wil er ook wel iets over zeggen. Kijk, als je op een rijtje gaat zetten waar de mens verschilt van een chimpansee of een bonobo, Dan komen in dat soort lijstjes krijg je altijd muziek en redeneren en theory of mind. Het kunnen nadenken over de cognitieve toestand van anderen. En een hele reeks. En eigenlijk voor al die dingen geldt dat de mensen geclaimd hebben dat er een relatie met taal zit. Dus ik ben er echt van overtuigd dat de similariteit tussen wiskunde en taal niet toevallig is. We hebben wiskunde te danken aan het feit dat we taal hebben. En we hebben het kunnen redeneren, heeft de mens te danken aan het feit dat we via taal
één, een interne representatie hebben. En twee, een communicatiemiddel waardoor kennis van generatie op generatie op generatie overgedragen kan worden. Dus ik denk dat taal absoluut de sleutelfunctie is. En dat alle wiskundigen en natuurkundigen op hun knieën mogen voor de ontdekking van de taal. Niet door de taalkundigen, maar door de mensen. Nou, dat lijkt me een prachtige afsluiting van deze editie van de Beta Break. We moeten helaas weer stoppen, want het is 1:00. Ik wil graag een hartelijk applaus voor onze sprekers. Hartstikke bedankt.